Spreekt met Dick Blom van Engie. Dick, we kennen Engie als energieleverancier, maar jullie doen meer dan dat. Ja, dat klopt. Engie staat voornamelijk bekend als uh, energieleverancier. Uh, vanuit het verleden waren er uh, GTI. Uh, daarna is het Covid geworden en nu is het uh, Engie. Um, technische dienstverlener in Nederland. een grootste technische dienstverlener op het uh, gebied van EW, maar ook Fire, Safety en Security. En dat is een afdeling waar jij verantwoordelijk voor bent? Dat klopt, ja. Nou vind ik het heel interessant dat... dat een aantal van de diensten die jullie leveren nogal in elkaar versmelten. De installateur en de IT'er... Die kunnen elkaar binnenkort een hand geven, geloof ik. Ja, je ziet een uh, enorme ontwikkeling. Als je van vroeger uh, kijkt, uh, dan uh, kon je nog wel eens met een hamer op een uh, inbraakpaneel geven. en dan deed hij het weer. En dat is nu helemaal niet meer uh, mogelijk. Alles is uh, gebaseerd op uh, ICT. Data, big data, uh, het koppelen van systemen. Uh, ja, daar heb je ook building automation uh, voor, uh, voor nodig. En dat maakt ook onder onderdeel uit van fire safety en security. Dus je ziet een hele enorme ontwikkeling op uh, ICT-gebied. Is dat een ontwikkeling die al aan de gang is of denk jij dat het nog veel verder gaat? Ja, het is al een ontwikkeling, maar ik verwacht dat het nog wel verder gaat. De, met name de netwerken en de cybersecurity die zal een behoorlijke ontwikkeling gaan maken. Is het ook een keuze voor bedrijven om wel of niet aan de grid te zitten, zo ver beveiligd te zijn dat ze niet aan het internet hangen? Nou, daar is sprake van, ja. High-end security vraagt een bepaalde oplossing waar we het liefst geen koppeling met buiten hebben. Dus dedicated netwerken, maar soms zit je daar ook aan. En hoe beveilig je het dedicated netwerk? Dat klopt, inderdaad. En dat zijn bedrijven waar jullie bijvoorbeeld in samenwerken met GPS-perimeter? Ja, dat, dat klopt. Dat is inderdaad zo, ja. De installateur zit in een hele brede markt, hè, zowel in de elektronica als in, in de IT. Zie je een belangrijke rol voor installateurs om beide vakgebieden ook helemaal goed te gebruiken, te beheersen? Of denk je dat er ook nog wel ruimte is voor specialisten? En wat bedoel je daarmee uh, precies? Nou, dat de, de, de E puur in de E blijft zitten nog en de I in de I. Of denk je de E kan niet meer zonder de I? Nou, je ziet dat je de één nodig hebt, met name voor bekabeling onder andere, netwerken. Daar zit ook bekabeling aan vast. Dus je ziet wel degelijk dat ze elkaar nodig hebben. Alleen je ziet wel vanuit installateur naar meer naar een system integrator. Dus de bekabeling en dergelijke kunnen door anderen gedaan worden. Het in bedrijf stellen en het afmonteren dat wordt vaak door een systemintegrator gedaan. En de high-end oplossingen die vraagt meer kennis van bepaalde producten. Dus daar zul je ook in moeten specialiseren. Het vakgebied wordt ingewikkelder en interessanter. Interessanter was het altijd al, ja. Klopt. Ingewikkelder, ja. Het gaat met, ze, met de toekomst mee. Het verwacht ook, het vereist meer van, van de mensen die in het vak instromen op een ander niveau, op een hoger niveau. Ik denk aan het eind van de beurs gaan we feesten. Er wordt muziek gedraaid. Heb jij voorkeur? Ja, uh, Deft Punk met One More Time.